Een hele bijzondere vestiging. Onze laatste nieuwe vestiging. In samenwerking natuurlijk met WSD. En wat het zo bijzonder maakt nu en uniek eigenlijk, is dat we ook samenwerken met andere partijen. Dus we hebben Lunetzorg, het Summa College, het Ster College. En natuurlijk het gros via de WSD wat de bemensing hier kan rondmaken. Ja, dat is fantastisch. Ja. Als werkcoach ben ik altijd op de werkvloer. Dus ik zie de medewerkers dagelijks. Waardoor ik ook sneller kan sturen mocht er wat punten zijn die verbeterd kunnen worden. En ik kan zo ook beter inzichtelijk hebben richting de gemeente of richting de WSD. Om aan te geven wat de medewerker nodig heeft om de doelen te behalen. Ik was voorheen vrachtwagenchauffeuse. Maar op een gegeven moment ben ik ziek geworden waardoor mijn werk dus niet meer mogelijk was. Nou, en ik zal dus graag toch weer aan het werk willen. Dus zodoende ben ik bij het WSD terechtgekomen. Het doel is om binnen 3 of binnen 6 maanden door te stromen naar een reguliere baan of anderszins een aangepaste werkplek. Het liefst wel gewoon een administratieve baan, zeg maar. Daar wil ik toch wel in doorgooien. Ja, dat bevalt me heel goed. We zijn nu een week open, de puntjes worden allemaal op de i gezet. En ik denk dat we nu een beetje de rust beginnen te krijgen, dat we de werkplekken kunnen gaan inrichten. Dat we in oktober, november ook echt met de dagbestedingsgroepen kunnen gaan starten. Er is al een lokaal bijna ingericht voor het Summa College en voor het Ster College. Die krijgen hier dan les, zeg maar. En dan mogen ze ook in de praktijk oefenen in de winkel. Ik hoop dat ik veel mensen op een goede manier hun doel kan laten bereiken. Je kunt veel meer mensen laten deelnemen aan het maatschappelijke doel van werken en ergens bij horen. Ja, heel divers. Ja, veel diverser dan we gewend zijn misschien wel. Ja.